In het kader van de Week van de Opvoeding heeft het CJG een kleurwedstrijd georganiseerd. Vele leerlingen van de basisscholen in Heerde hebben hun uiterste best gedaan om een hele mooie kleurplaat te maken. We staan hier in het kantoor van het Centrum voor Jeugd en Gezin, CJG. Ik heb bij de microfoon staan Ilse Ipma, gezinscoach. We hebben hier de uitreiking van een kleurplatenwedstrijd van het CJG. Waarom is die gehouden? Deze kleurplatenwedstrijd was in het kader van de Week van de Opvoeding. Dat is een landelijke themaweek. En daar hebben wij aan deelgenomen. En het thema dit jaar was contact. Dus contact tussen jongeren, hun ouders, professionals, leerkrachten. En daar hebben wij veel verschillende activiteiten georganiseerd als Centrum Jeugd en Gezin zijnde. Met name waarschijnlijk om meer bekendheid aan CJG te geven? Onder andere om meer bekendheid te geven aan, aan het Centrum Jeugd en Gezin. Maar ook om contact met elkaar. Het is leuk om samen activiteiten te ondernemen. En zo hadden we muziek op schoot. Waar ouders met hun kind van 1 tot 4 jaar. In zijn toespraak benadrukte de wethouder hoe belangrijk het is om voor de jeugd allerlei activiteiten te organiseren. Laagdrempeligheid. Voor de kijker op de achtergrond horen we wat geluiden, maar dat komt voort uit de uitreiking aan de kinderen. Er zijn 4 kinderen die dan een prijs hebben gewonnen. Ja, dat klopt. De kleurwedstrijd was onder de kinderen van de basisschool en we hadden 4 leeftijdscategorieën. Nou ja, ik ben nog niet zo spraakzaam, maar dat hoeft ook niet. En dan wordt het spannend, want de jonge prijswinnaars ontvangen uit handen van de wethouder, de heer Berkhoff, allen een leuke tas met daarin de prijs. Alsjeblieft, dikker en in het midden wat meer pastelachtig. Het is wel heel uniek hoor, als ik zo al die platen zie. Ik vind dat je dat heel mooi gedaan hebt. Hoe kom je op zo'n idee? Ik ben er een keer mee begonnen en toen ben ik het vaker gaan doen. Zo is dit leven. Je moet ergens mee beginnen en dan moet je het vaker doen. Goed zo. Van harte gefeliciteerd. En je hebt ook nog hele mooie cadeautjes. Dus. Er is zelfs helemaal een passepartout met allerlei versierselen en stickers en bloemetjes en eromheen gemaakt. Dus je hebt je kleurplaat wat dat betreft ook nog helemaal ingelijst. Wil je er zelf zo vertellen. Wat gaat u nu verder nog ondernemen in deze sfeer? Hiermee sluiten we dan de Week van de Opvoeding af. Maar we blijven natuurlijk gewoon activiteiten organiseren die zowel voor kinderen als hun ouders als leerkrachten interessant zijn. Bepaalde thema's die je allemaal tegenkomt als opvoeder, om daar met elkaar van gedachten te wisselen. Blijven natuurlijk naar de basisscholen toe gaan. We willen gewoon graag laagdrempelig zijn. Heeft het CJG inmiddels in Heerde ingang gevonden? Ja, wij merken dat we steeds sneller gevonden worden door ouders, professionals en leerkrachten. En ja, als winnaar moet je natuurlijk ook even met de organisatie en de wethouder op de foto.